Hi iedereen, vandaag heb ik weer een leuke shoplog voor jullie en wel eentje van de Xenos. Een van mijn favoriete winkels voor leuke accessoires voor in huis. Je vraagt je misschien af, Serena, waar laat je dat allemaal? Goeie vraag, ik weet het ook niet. Ik heb zoveel spullen. Het wordt echt soms een beetje te veel. Maar dat maakt niet uit, want ik hou van prulletjes en dat soort dingen. En ik ga meteen beginnen. Ik heb dit mooie dienblad heb ik gekocht. Hij is gewoon vierkant wit. Hij heeft hier handvatten, zeg maar. En ik had deze al, maar was een beetje vies geworden. En ik heb hem op een andere plek neergezet. En ik wilde eigenlijk ook gewoon weer eentje voor mijn salontafel. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. En de prijs hiervan was €6,99. Wat wil ik daarop gaan zetten? Ik heb deze superleuke theelichthouders gevonden. En normaal gesproken, als ik dan een theelichthouder zie bij de Xenos of de Blokker of de Action, dan vind ik ze er een beetje cheapy uitzien. Echt zo van, wow, oké, deze is wel echt zo heel overduidelijk made in China. En deze is dat vast en zeker ook. Alleen deze zag er gewoon net eventjes wat luxer uit met het metallic en het mooie minimalistische patroontje. Dus deze zou echt wel een beetje een soort van luxe woonwinkel worthy kunnen zijn. En de prijs van deze theelichthouder is €1,29, dus dat is gewoon een prima prijsje. En deze is in zilver metallic. Dan heb ik er ook nog eentje in rose gold met een heel leuk ruitjespatroon. En deze met een soort Missoni zigzag motiefje. En deze is in goud, dus ik heb van elke kleur wat. En het is ook wat minder saai, het is gewoon wat speelser als je wat meer verschillende kleuren bij elkaar hebt. Dus die ga ik sowieso neerzetten op dit dienblad. Ook zag ik deze mooie kaarsenhouder. En ik heb deze eigenlijk gekocht omdat ik ook dus kaarsen heb gekocht. Want normaal gesproken brand ik alleen maar vaccinelichtjes. Maar nu heb ik ook een lange kaars gekocht. En toen dacht ik, ja, waar steek ik die dan in? En toen zag ik deze. En deze vind ik heel mooi. Deze heeft een koper look. Het is geen echt koper natuurlijk. En hij zag er gewoon mooi en minimalistisch uit. Met ook gewoon mooie rechte vormen. En deze zag er ook gewoon heel erg luxe uit. En de prijs is €4,99, dus dat vond ik echt wel reuze meevallen. Dus deze wil ik daar ook neerzetten. En wat ga ik erin steken? Ik was echt super excited toen ik het zag. Ik dacht echt, what? Wat is dit? Kaars die paars en rood licht brandt. Awesome! Dus dit zijn de Snow Angels kaarsen. En deze kaars geeft een rode vlam en deze kaars geeft een paarse vlam. En de kaarsen zelf zien er ook heel cool uit. Ze zijn wit en ze hebben een soort van sneeuweffect of zo. Ik zal ze eventjes aan jullie laten zien. Kijk, zo zien ze eruit. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar ze hebben dus een soort van ribbeltjes. Alsof het een soort van sneeuw is. Dus die zet ik dan in deze kaarsenhouder. En ik ga hem straks voor jullie aansteken, want dan kan je zien of het inderdaad paars licht en rood licht is wat er afkomt. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. In ieder geval, we gaan het zo even samen testen. En dan kunnen we zien of dit een soort van marketing trick is of dat ze echt paars en rood licht geven. Nou, de Snow Angel kaarsen zitten per 2 verpakt en per doosje betaal je €2,99, dus dat komt op €1,50 per kaars. Nou, het is natuurlijk echt de tijd van het jaar om kaarsjes aan te steken en ook gewoon lekkere geurkaarsjes, zodat je huis gewoon wordt gevuld met een heerlijke geur. En dat kan onder andere met een oliebrandertje, die heb ik hier. Ik vond hem er heel stylish uitzien, gewoon zo met dat hout en dat wit, gewoon heel minimalistisch en strak, maar toch ook weer heel gezellig en huiselijk. En dat was maar €2,49. Nu maakt mijn moeder Soy Sense, dat zijn blokjes van sojawas en daaraan voegt ze een leuke kleur en een heel lekkere geur. En die kan je dan bijvoorbeeld hier bovenin neerleggen. Dan doe je hieronder een vaccinelichtje. En door de warmte van het kaarsje smelt het sojawasblokje. Waardoor er gewoon een hele lekkere geur vrijkomt. En die vult dan gewoon echt je huiskamer of je slaapkamer. En ze is alweer druk bezig met het maken van nieuwe geuren. Want de Soy Sense, die maakt ze echt al jaren. Dus als het zover is, laat ik het jullie zeker even weten via social media dat er weer nieuwe Soy Sense op voorraad zijn. Maar ik dacht, ja, mijn moeder die legt er toch altijd wel een paar apart voor mij. Dus dan heb ik in ieder geval een heel leuk brandertje waar ik ze dan in kan doen. Ik heb ook deze handwarmers gekocht. Het is nog niet zo ver, maar er komt gewoon een tijd, waarschijnlijk ergens volgende maand, dat het gewoon echt super koud gaat worden. En ik trek dan altijd natuurlijk wel gewoon handschoenen aan. Maar wat ik dan wel heel lekker vind, is om bijvoorbeeld zo'n handwarmertje in je zak te stoppen. En er zit zo'n dingetje in en als je dat klikt, dan wordt die helemaal warm. En dan kan je gewoon lekker je handen warmen aan die handwarmer dus. En dan heb ik er eentje voor in mijn linkerzak en eentje voor in mijn rechterzak. Ik vond deze wel leuk eruit zien. Dit is een hartje en dit is een vosje. En ze waren nu in de aanbieding bij de Xenos voor €1 per stuk. Nou, zoals jullie weten blog ik voornamelijk over beauty, maar ik vind het ook leuk om af en toe een, te experimenteren in de keuken en om een recept te maken en om daar ook over te bloggen. En het maken van foodfoto's is hartstikke leuk om te doen. Alleen ik heb gewoon niet heel erg mooi bestek. En nu zag ik bij de Xenos dit bestek liggen. Ze hebben ook in het goud en in het zilver. En dan hebben ze mat en glanzend. En ik vond dit zo'n mooi bestek. Ik dacht ja, hiermee worden de foodfoto's gewoon 10 keer mooier. Het bestek is 3,50 per stuk. En dit kleinere lepeltje 2,50. Dus het is niet super goedkoop of zo voor bestek. Merkloos bestek. Maar ik vond het gewoon zo mooi uitzien voor foodfoto's. Dus eigenlijk heb ik het alleen daarvoor gekocht. En daarom ook maar één setje. Ze hebben nu ook echt super leuk servies. Echt borden en kommetjes en glazen. Champagneglazen, wijnglazen, drinkglazen, cocktailglazen. Ik had echt zoiets van, oh, ik wil alles hebben. Maar ik heb mezelf in bedwang kunnen houden. En ik heb alleen deze 2 longdrinkglazen genomen. En er zitten hele mooie gouden metallic sterretjes op. En ik vond het zo leuk en zo feestelijk uitzien. Ik dacht, dit is toch leuk om hier een mooie cocktail in te maken of zo. En ja, ik vond het echt super gaaf. En ik, het liefst had ik alles gekocht. Maar ik dacht, nee, dat kan ik mijn vriend niet aandoen. Want ik heb al zoveel servies. Dus ik heb het echt alleen even bij deze 2 glazen gehouden. En de prijs van deze longdrinkglazen is 2,99 per stuk. Dit vond ik ook super leuk. Dit zijn stickers met, het zijn eigenlijk gift stickers. Dus er staat bijvoorbeeld op With Love, Specially For You, Happy Holidays. En ja, ze zagen er gewoon heel mooi uit. Gewoon een beetje een soort van kartonkleur en dan met goud metallic. Ik ben echt dol op goud metallic, mocht je het nog niet doorhebben. Het geeft toch even net een iets feestelijkere touch als je dan echt zo'n stickertje erbij doet. En mooie lintjes en strikjes. En ja, ik hou echt van cadeautje inpakken. Ik vind dat super leuk om te doen. En dan met dit is het ook gewoon heel makkelijk. Want je kan hier dan bij nog een naam schrijven. Dus gewoon overzichtelijk. En we doen namelijk heel veel cadeautjes altijd met kerst. Dus ik dacht, ik sla deze vast in. Dan heb ik die gewoon vast. De prijs was 99 cent. Maar volgens mij heb ik hier 50% korting op gekregen. Dus dan komen ze maar op 50 cent. En last but not least, de magnetron rijststomer. Ik zag hem ineens staan en ik dacht, hoe handig is dit? Want ik heb gewoon een normale rijststomer, gewoon die je inplugt, die op elektriciteit werkt. Maar dit is gewoon nog makkelijker, want hier doe je gewoon rijst in, water in, je schuift hem in de magnetron. En als je hem eruit haalt, heb je gewoon perfecte rijst. En het is tegelijkertijd heel makkelijk om, als je bijvoorbeeld nog wat rijst over hebt en je wilt het even bewaren in de koelkast, kan je hem gewoon hierin laten zitten en dan schuif je hem gewoon in de koelkast. En naast de rijst kan je er ook gewoon groenten en zo in stomen. Dus ja, als je gewoon ervan houdt om lekker snel te koken, ik hou altijd wel, dan is dit gewoon echt perfect. Dat is eigenlijk gewoon een stomertje voor in de magnetron. En dat was maar €5,99, dus voor de prijs hoef je het ook niet te laten. En heel veel Aziatische mensen gebruiken dit, dus dan heb ik zoiets van, nou, dan zal het wel goed zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd om dit uit te proberen. Oké, ik had jullie beloofd om die kaars aan te steken, dus dat gaan we nu eerst eventjes doen. Ik heb hier de kaars die dan paars zou moeten zijn. Ik weet het niet hoor jongens, ik zie weinig verschil tussen deze 2, terwijl deze moet eigenlijk een soort van rood branden en deze soort van blauw. Kijk, als ik ze hier hou, kan je het een beetje zien. Ik vind ze een beetje vergelijkbaar eigenlijk. Het is niet dat de ene super rood is en de andere super paars. Dus dat is wel een beetje een letdown. Alleen, ik vind het nog steeds gewoon hele leuke kaarsen, dat wel. Alleen, ik had echt verwacht dat die ene echt een soort van, dat echt zo'n magische vlam of zo af zou komen. Dus dat is dan wel weer een beetje een teleurstelling. Maar goed, ik ga ze natuurlijk gewoon alsnog lekker opbranden. Ik vind ze gewoon super leuk. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik zo al heb geshopt bij de Xenos. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van mijn geshopte spulletjes vinden. Laat het me zeker eventjes weten in de comments hier beneden. En dan zou ik het heel erg leuk vinden als je zou willen abonneren op mijn kanaal Beauty Lab NL. Dankjewel alvast en dan zie ik jullie snel weer terug in de volgende video. Doei!